Goedemorgen, het is vandaag 23 januari en leuk dat je kijkt naar RTVO. In deze uitzending komen we meer te weten over de invloed van tinnitus en hoe het nu gaat met de Oekraïense vluchtelingen. Alcoholvrij drinken wordt steeds populairder en ook makkelijker door de opkomst van alcoholvrije slijterijen. Een grote verbetering volgens de medische wereld, want de gevolgen van alcohol zijn groot. Ik denk de hardloper in de winkel, zeker als je naar de spirits kijkt, dat is de Ish Gin. Gewoon omdat het de meest krachtige gin is die we hebben staan. Heeft een pepertje erin zitten, dat brandt lekker na in de keel. Dat bootst het gevoel van de alcoholische gin gewoon echt heel goed na. Nederlanders kiezen steeds vaker voor de alcoholvrije drank. Dat blijkt uit onderzoek van bierbrouworganisatie Nederlandse Brouwers. Ook Dry January krijgt elk jaar meer deelnemers. In december merkten we daar veel van. Mensen die combineerden de kerstinkopen ook wel echt al met Dry January. Dus veel vragen, echt voorbereid op 1 januari al zijn, alles in huis hebben. In de winkel zien we niet heel veel toegenomen drukte. Onze webshop daarentegen echt heel erg ontploft. Dus daar is het heel veel drukker. En vanuit de horeca veel meer aanvragen. Pak een tweede, pak een derde, dan komen er meer tot z'n recht. Eigenlijk net als reguliere wijn, die moet je ook niet beoordelen op de eerste slok. Waar komt deze populariteit vandaan? Het is sowieso met het jaar dat zijn mensen wat bewuster gaan drinken. Ik denk ook na corona mensen heel bewust minder zijn gaan drinken. Je hoorde in coronatijd veel verhalen dat mensen echt meer gingen drinken juist. En ik denk nu ook het werkende leven weer allemaal op gang is gekomen. Mensen de deur weer uit moeten. Dat ook daar een stukje bewustzijn gegroeid is. Waar het vroeger heel gewoon was om overal te roken, is dat nu niet meer. Is dit ook de toekomst voor alcohol? In zekere zin zie je een bepaalde ontwikkeling daar wel in. Hè? Accijnzen worden hoger. Je ziet ook steeds meer feesten georganiseerd worden waar geen alcohol geschonken wordt, maar alleen non-alcoholisch. Of het er echt helemaal uitgaat, weet ik niet. Het is natuurlijk best wel ingeburgerd in de maatschappij. Misschien de volgende generaties minder. Je ziet natuurlijk wel dat het steeds afneemt. Hoofdverpleegkundige Marie Mulder hoopt het van harte. Het is sociaal eigenlijk heel erg geaccepteerd om wel een wijntje te drinken bij het eten. En niet meer een sigaret op te steken. Maar ik hoop in de toekomst dat dat gewoon veel minder zal gaan worden. En dat een glaasje water eigenlijk heel prima is. Alcohol is in principe natuurlijk een hele bijtende, agressieve stof. Dus je kan er mondkanker van krijgen, keelkanker, slokdarmkanker, maagkanker. Uiteindelijk darmkanker. De afleesklier kan aangedaan zijn door de alcohol. Leverschade, hart- en vaatziekten heb je er vooral bij. Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen van drink helemaal niet. Dat is het allerbeste. Als je toch wil drinken, nou, drink dan af en toe eens. En zorg dat je soms ook een hele week zonder alcohol kan. Of ga naar de alcoholvrije slijterij. Het verschil is niet te proeven. Ik zou niet eens denken dat die alcoholvrij is. TikTok heeft haar inhoud veranderd. Dit zorgt ervoor dat gebruikers van de app meer persoonlijke content krijgen. Zo willen ze ervoor zorgen dat de app een stukje aantrekkelijker is om te gebruiken. TikTok heeft de contentinstellingen aangepast. Dit betekent dat gebruikers van de app meer content krijgen die met hun interesses te maken hebben. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen TikTok gaan gebruiken. Wat de app natuurlijk wil. In 2017 was de app opgericht en het wordt steeds populairder. Wat is er aantrekkelijk aan verschillende content op één app? Vroeg ik aan Geertje Algera, video-expert. Nou, op TikTok is het natuurlijk zo dat het gestart is echt als muziekvideo's en dansjes. Maar inmiddels is dat echt niet meer zo. Er zijn allerlei verschillende soorten video's die het ontzettend goed doen op TikTok. Bijvoorbeeld educatieve video's, learning video's. Inspirerende video's. Video's bijvoorbeeld over dat je jezelf moet accepteren. Dat je blij moet zijn met jezelf. Ja, bijna richting spiritueel. Zo zijn er heel veel verschillende video's die het goed doen. En er is ook dus voor iedereen wat wils. De een houdt meer van dansjes. De ander houdt meer van inhoudelijke video's. De ander houdt meer van inspiratie.
praktische tips heb je tegenwoordig ook steeds meer. Dus tips over geld, tips hoe je energiezuinig je huis in kan richten. Hoe je dingen schoon moet maken. Nou, er is voor iedereen eigenlijk wel wat te vinden op TikTok. Vooral jongeren zitten op TikTok. Welke video's vinden jongeren het meest aantrekkelijk om te zien? Nou, de jongeren bestaat niet natuurlijk, maar je ziet wel een trend op TikTok dat er minder dansjes worden gemaakt en meer inspirerende content over gezondheid, over sport, over je geestelijk welzijn. En hacks, heel veel tips, heel veel hacks van hoe je iets handig aan kan pakken als je aan het koken bent, of als je aan het sporten bent, of als je aan het studeren bent. Hoe je handig iets kan doen, dat scoort ook heel erg goed op TikTok. TikTok blijft groeien en checken wat het meest interessant is voor de app. Hier wordt nog even geoefend om aantrekkelijke content te maken. Sorry. Het wordt steeds drukker in de spelotheek. Net zoals je bij de bibliotheek boeken kunt lenen, kun je bij de spelotheek speelgoed lenen. W66. Die mag je hierop zetten, gaat dat? Dankjewel. En wat voor nummer staat erop? Hier zo staat het. We hebben juist geen afname. Echt, ze druppelen eigenlijk nog steeds binnen. En gaan ook wel leden af. En dat is meestal omdat het dan de kinderen te oud worden. Dat ze denken van nou, ze zijn de spelotheek ontgroeid. Dat is eigenlijk de hoofdzaak, dat is dan afname. Maar tegelijk druppelen ze ook weer binnen. Zijn er ook momenten geweest dat het minder ging? Dat er juist een daling in gang was? Ja, vroeger, zou ik zeggen, 20 jaar geleden ongeveer, toen hadden we eigenlijk heel weinig leden. Toen zaten we echt een beetje verstopt onderin een flat. Dus met andere woorden, de mensen moesten echt naar de flat toe om dan speelgoed te kunnen lenen. En sinds we daar dan in de bibliotheek zitten, hebben we daar echt een hele sterke groei mee gemaakt. En dat is ook een beetje een win-win situatie. Want de ouders komen hier om boekjes te lenen voor de kinderen. En dan kunnen ze gelijk ook bij ons dan speelgoed lenen. Ja. En toen hebben we echt een hele sterke groei meegemaakt. Ook voor de bibliotheek was echt een win-win situatie. Oké, dus de locatie was eigenlijk heel belangrijk? De locatie, dat we nu in de bibliotheek zitten, was echt heel belangrijk om nieuwe leden te krijgen. En begint het ook zo langzaamaan een uitje te worden na het spelletexamen? Ik denk dat Mitch het wel als een uitje ervaart, ja. Oh. Ik vind het zelf altijd, ik kom vanuit Hoevelaken, dus ik moet er een stukje voor rijden. Dus ik moet het wel echt even inplannen van wanneer komt het uit. Maar ja, als we dan gaan, dan is het dan een uitje. En dan gaan we meteen ook naar de bibliotheek. Dus die is hier groter dan in ons eigen dorp. Weten jullie wat de drijfveren zijn van de klanten? Bijvoorbeeld vinden zij dus duurzaamheid heel belangrijk? Of heeft dat andere mogelijkheden? Ja, daar hebben we niet echt heel erg zicht op. In die zin van hoe ze financieel zijn, want dat zien we natuurlijk niet aan de buitenkant. Maar we merken wel heel veel dat de mensen ook vinden van ja, we gaan eerst maar eens een keer uitproberen voordat ze het aangeschaffen. Of ook gewoon wisselen van speelgoed. Je hoeft zelf niet alles aan te schaffen. Tegenwoordig is alles hartstikke duur, vooral goed speelgoed. En wij proberen daar wel op in te haken om duurzaam speelgoed te kopen. Dat is ook lang meegaan. Ook vanuit duurzaam perspectief. Dat je niet iedereen zelf zijn eigen speelgoed aanschaft, maar dat je het met elkaar kunt gebruiken. Vanuit dat oogpunt. Ja, en dus omdat het en voor iedereen, of je nou rijk of arm bent, of biedt het allerlei soorten speelgoed. Tegenwoordig worden er steeds meer journalistieke producties gemaakt, zonder dat mensen daarvoor zijn opgeleid. Is een journalistieke opleiding dan nog wel relevant? Ik denk een heel groot probleem van deze tijd is nepnieuws en de risico's daaromheen en de filterbubbel. Ik denk dat daar wel echt een kans ligt voor journalistieke opleidingen. Iedereen kan zichzelf journalist noemen. Van podcastmakers tot reisbloggers, van verslaggevers tot studenten. Op die manier kunnen we allemaal nieuws naar buiten brengen. Maar is de journalistieke opleiding dan nog wel relevant? Een opleiding helpt, denk ik. Dat is een soort basis, een soort zekerheid. Maar het ligt er ook maar aan wat voor nieuwe collega je zoekt. Als het iemand is die heel veel andere verschillende dingen heeft gedaan, brengt die misschien wel juist hele leuke nieuwe kennis op een redactie. Want je probeert ook zo divers mogelijk te zijn. En niet allemaal hetzelfde soort mensen op je redactie. Dus dat kan ook juist helpen misschien
Ja, volgens mij is er niet echt een schabloon voor als je dit doet, word je een goede journalist. Dat kan je echt op verschillende manieren worden. Ik denk niet dat je per se een opleiding voor journalistiek nodig hebt, maar het is wel heel erg handig aan het begin van je carrière om een beetje te weten hoe werkt het eigenlijk precies. Hoe maak je een verhaal? Hoe check je bronnen? Waaraan moet een verhaal voldoen voordat het een volwaardig verhaal is? Het is fijn als je dat allemaal al geleerd hebt. Maar ik denk dat journalistiek ook een vak is, dat als je het in je hebt, je dat in de praktijk ook kan leren. Journalist worden kan je naast in de praktijk ook op het mbo of hbo leren. Maar wat maak je dan volgens een docent een journalist? De definitie van wanneer iemand een journalist is, is best wel een lastige. Ik vind, omdat die niet heel hard te zetten is. Contentmakers zijn niet allemaal journalisten. Journalisten zijn wel, wel maken content. Als wat ze maken journalistieke relevantie heeft, dan is ook een vlogger of een blogger zonder journalistieke achtergrond wat mij betreft wel journalist. Dus het heeft heel erg te maken met de intentie en met wat je aan het doen bent. Ja. Na record aantal stamceldonaties hoopt Stichting Matches dat er toch nog meer mensen zich aanmelden als donor. Vorig jaar is er een record aantal stamceldonaties gedaan. Dat is heel bijzonder, want een match vinden is heel lastig. Stichting Matches houdt een databank bij voor cliënten en helpt mee met het zoeken naar mogelijke donoren. Ja, we zien dat we vorig jaar eigenlijk het hoogst aantal stamceldonaties ooit hebben gehad in Nederland. En dat heeft ermee te maken dat ons donorbestand groeit. Dus het aantal geregistreerde stamceldonoren in Nederland het groeit. En daarnaast krijgen we steeds meer jonge donoren in ons bestand. En jonge donoren hebben een grotere kans om opgeroepen te worden. Omdat eigenlijk voor de patiënt die de stamcellen moet ontvangen, is het beter als de stamcellen van een jonge donor komen. Dan zijn de genezingskansen het best. Omdat de genezingskansen voor de patiënt het beste zijn als de stamcellen van een jongere donor komen. En daar is het uiteindelijk om te doen natuurlijk. Ja, je zegt ook dat er een kort aantal donoren is nu. Maar er zijn maar 247 op een bevolking van 18 miljoen Nederlanders bijna. Dat is toch vrij klein. Hebben jullie dan niet alsnog te weinig donoren? Ja, een record aantal stamceldonaties. Dus dat betekent dat een record aantal mensen daadwerkelijk de stamcellen heeft gedoneerd. Dat is inderdaad, lijkt misschien niet een heel hoog aantal, maar dat komt omdat de kans op een match heel erg klein is. Dus gemiddeld is dat ongeveer 1 op 50.000. Dus op het moment dat er ergens op de wereld een patiënt is die een donor nodig heeft, dan wordt er in die hele databank gezocht. En daar komt dan hopelijk iemand uit die matcht voor de patiënt. En dat zijn er nu afgelopen jaar dus meer geweest dan voorheen. Nou, de groei van het donorbestand, daar werken we zelf heel hard aan. Dus we proberen om stamceldonatie bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. En daarbij merken we dat het onderwerp gewoon steeds wat meer bekendheid krijgt in Nederland. En het is belangrijk dat dat bestand elk jaar verder blijft groeien. Want de kans op een match is gewoon heel erg klein. Dus we hebben eigenlijk zo groot mogelijk bestand aan geregistreerde donoren nodig om voor alle patiënten een match te kunnen vinden. Dan nu het korte nieuws met Marco. De laatste dans tussen de misschien wel grootste sportrivalen aller tijden. Het Paris Saint-Germain van Lionel Messi speelde afgelopen donderdag tegen de zogenoemde Saudi All-Stars. Een gemengd team met spelers van Al Nassr, het team van Cristiano Ronaldo. In het Saoedische debuut van Ronaldo werd maar liefst 9 keer gescoord. 2 treffers waren van Ronaldo zelf. Het Paris Saint-Germain van Messi trok daarentegen aan het kortste eind. Het werd 5-4. Kroongetuige Nabil B. zou dit najaar moeten vrijkomen, zeggen zijn advocaten Onno de Jong en Peter Schouten. Dit vanwege de fouten die het OM gemaakt zou hebben. Nabil B. zou onrechtvaardig en onmenselijk zijn behandeld tijdens het Marengo-proces. In Zwijndrecht is een persoon om het leven gekomen tijdens een schietpartij. Het zou volgens de regionale omroep Rijnmond om 2 vrouwen gaan van 66 en 38 jaar. Inmiddels wordt de verdachte genaamd Min Ngia Voung internationaal gezocht. Dan Schiphol, operationeel directeur Hanne Buis stapt op. Haar vertrek heeft volgens de organisatie te maken met een conflict over het aansturen van het vliegveld. Buis laat weten dat ze dankbaar is dat ze al die jaren verschillende rollen bijgedragen heeft aan de luchtvaartsector en de nodige veranderingen daarin. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste Arriva nachttrein vanaf Groningen vertrokken, met als eindbestemming Schiphol. De Duitse treinvervoerder springt hiermee in op de nieuwe Europese wetgeving die het mogelijk maakt om binnenlandse verbindingen te leggen. Daarmee kan het bedrijf de concurrentiestrijd aangaan met de NS.
In Emmen is een derde verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij van de vorige week. Bij deze fatale steekpartij in een jeugdzorginstelling kwam een 26-jarige begeleidster om het leven. Momenteel doet de politie nog onderzoek naar de rol van deze 19-jarige verdachte. Daarnaast worden de rollen van de andere twee verdachten ook nog onderzocht. Het is cruciaal in deze fase van de oorlog dat er Patriot-raketten worden geleverd aan Oekraïne. Dat stelt premier Rutte op basis van de gesprekken die tussen hem en president Biden onlangs in het Witte Huis zijn gevoerd. Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland willen samenwerken om dit mogelijk te maken. Daarmee geven zij gehoor aan de oproep van president Zelensky om betere luchtafweer te leveren tegen Russische luchtaanvallen. Dankjewel, Marco. De oorlog in Oekraïne duurt al maanden. In totaal zijn er zo'n 90.000 mensen ontvangen in Nederland, blijkt uit cijfers van Rijksoverheid. En het worden er alleen maar meer. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt steeds langer. En dat merken ook deze Oekraïnse vluchtelingen die hier zitten opgevangen in het oude Unive-gebouw in Assen. Zo ook Svetlana. Я приїхала з України. Я жила там в Сумській області, місті Охтирка. Але під час повномасштабної вторгнення повномасштабного в Україну російських військ ми вирішили тікати з України, тому що наше місто дуже обстрілювали вороги. І ми із дочками поїхали за кордон, щоб тут заспокоїтися. Від ракетних ударів, від бомб, від снарядів. Тому ми і поїхали за кордон. Toch is Svetlana blij hoe ze hier is ontvangen. Нідерланди мені дуже сподобалися, бо це мій перший виїзд за кордон з України. Тепло тут. Я тут не одна, я тут з донькою. У мене тут з'явилися друзі, у мене тут є робота, яку я полюбила. І тут дуже гарні люди, голландці, нідерландці, вони дуже гарні люди. Вони чуйні, співчувають нашому лиху, яке з нами сталося в Україні, що на нас напали, що у нас війна. І вони нам допомагають і з роботою, вони з нами спілкуються. І нам тут надають усі умови для життя, щоб ми не були, щоб ми себе чувствували як вдома. Maar Svetlana, haar jongste dochter, is alweer vertrokken naar Oekraïne. En ook haar man is daar achtergebleven. У нас ще небезпечно там знаходитись, тому що ми живемо біля кордону з Росією, і там постійно обстріли йдуть нашого кордону, нашої Сумської області. У нас ще небезпечно там знаходитися, перебувати в Україні. Так, я мрію повернутися додому якомога швидше, аби в нас швидко закінчилася війна, і ми всі люди, щоб повернулися додому. Я дуже сумую за домом, за чоловіком, за всіми своїми рідними, які там залишилися. На Utrecht, Den Bosch en een aantal andere steden volgen ook Nijmegen met het convenant Veilig Uitgaan. Deze werd de afgelopen week ondertekend door onder andere de politie, brandweer en de gemeente. Afgelopen dinsdag werd in Café de Shamrock in Nijmegen door verschillende partijen het convenant Veilig Uitgaan getekend. In dit convenant staan verschillende afspraken die de veiligheid in de stad zouden moeten verbeteren tijdens het uitgaan. Je hebt samenwerkingsverbanden heb je nodig. En samenwerkingsverband hadden wij al met alle ondernemers onderling bij elkaar, zodat portiers elkaar konden bellen. Uiteindelijk ben je ook erbij gebaat, want overlast vindt niet alleen binnen plaats, maar ook buiten kan het escaleren, dat je buiten het ook onder controle hebt. Dus daar wordt de politie wordt erbij betrokken, de brandweer is erbij gehaald. En uiteindelijk hebben we vandaag ondertekend dat verschillende groepen, wat ik dus net zei, veiligheid, politie, brandweer, horeca en de gemeente Nijmegen, eigenlijk een convenant sluiten, een afspraak gaan maken om efficiënter de lijntjes te hebben, zodat we makkelijker met elkaar contact kunnen leggen. Als er ergens wat constateert, dan we misschien uiteindelijk een horeca-ontzettingsverbod bij iemand op kunnen leggen. En hebben we elkaar voor nodig. In andere steden is dit initiatief al langer actief. Waarom wordt het convenant nu pas in Nijmegen getekend?
wij waren er al mee bezig voor corona. Maar ja, door corona is natuurlijk eigenlijk alles veranderd voor iedereen. En daar hebben we het eigenlijk na corona weer opgepakt. En ook toen is het een beetje in de stroomversnelling gegaan. Maar het liep al, alle planning liep al van voor corona. Dus we waren wel even mee bezig. Het convenant is getekend, maar nu gaat het echte werk eigenlijk pas beginnen. De duidelijkheid is geschapen door het convenant. En nu moeten we naar het sensoralarm in gaan vullen. Na een avondje stappen een harde piep in je oren hebben. Voor velen klinkt dat niet onbekend. Daarom is het goed om stil te staan bij gehoorbescherming. Lekker hè, festvelletje pakken. Iets minder lekker, die piep in je oor als je een aantal uur later wakker wordt. Ja, dat is niet per se iets om over te panikeren, want bij de meeste mensen trekt die piep na een paar uur of een paar dagen gewoon weer weg. Maar soms blijft die piep en dat noemen we tinnitus. Kieke Zwagerman is de bassist van de band Feng Suave. Als muzikant weet hij dus als geen ander hoe fantastisch het is om helemaal op te gaan in de muziek. Ook weet hij hoe belangrijk het is om je gehoor te beschermen. Met name Gino, de drummer van mijn band, heeft het sowieso al een aantal jaren, maar niet op zo'n extreme manier als dat onze leadzanger dat heeft. Die heeft inmiddels voornamelijk, volgens mij, heeft hij het opgelopen door veel echt harde muziek op zijn koptelefoon te luisteren. Of misschien niet harde muziek, maar in ieder geval op luid volume. Ja, het is een grappig contrast dat soort van ik de persoon ben die dan heel inconsiderate, soort van geen doppen kan dragen en soort van echt keiluid aan het spelen is, terwijl hij alles soort van super beheerst en laag in volume wil behouden en voor zichzelf sowieso per definitie altijd bescherming draagt. Toch dragen veel jongeren geen gehoorbescherming. Daarom wil de overheid dat het geluidsniveau in clubs en op festivals daalt. Elk jaar bij Scouten Canoia wordt er een feest georganiseerd. Tristan en Maarten zijn de organisatoren, maar ook zij geven aan dat zij niet altijd bewust stilstaan bij het verlagen van het geluidsniveau of het bewust dragen van oordoppen. We houden het tot de 103 decibel wel en we gaan er echt nooit overheen. Maar ja, jij weet het net iets beter waarschijnlijk. Ja, nou ja, de boksen die kunnen redelijk hard, wel harder dan die 103 decibel. Maar ja, op het moment dat we ze weer bestaan, moeten we gewoon even kijken hoe hard ze daadwerkelijk moeten. Want we hebben ook die lim. Laten we zeggen, met speciaal materiaal dat hij niet harder kan dan toegestaan of zo? Of? Ja, in principe staat er een limiet op. Dus ja. Harder dan dat kan het niet. Olaf Wagenaar, neuropsycholoog en gespecialiseerd op het gebied van tinnitus, laat zien dat 9 op de 10 mensen op den duur ermee leert leven. Maar voorkomen is beter dan genezen. Bij de drogist kan je tegenwoordig gewoon partyprix kopen. Die zijn betaalbaar en vaak doorzichtig, zodat jij zonder een gênant gevoel gewoon naar je favoriete muziek kan luisteren. Er wordt een grote bevolkingsgroei verwacht de komende jaren. Voor Utrecht, de snelst groeiende stad van ons land, zit er niets anders op dan plannen maken voor hoe ze al die nieuwe inwoners moeten gaan opvangen. Ik sta hier nu in Utrecht op Hoogkaterijn en de drukte is te voelen. Maar hoe gaat de gemeente daarmee om en hoe gaan ze voor al die mensen nog een plek vinden? Ja, mijn naam is Ellen van Buren, hoogleraar management van stedelijke ontwikkeling aan de faculteit bouwkunde bij de TU Delft. Mijn onderzoek gaat vooral over de governance en management van duurzame stedelijke ontwikkeling. Hoe doe je dat nu eigenlijk en wat is het precies? Dus als we duurzame stedelijke ontwikkeling, is op zich iets waar iedereen voor is. Alleen als je het dus concreet gaat maken in plannen, en die plannen ook wilt gaan uitvoeren, dan wordt het al vaak ingewikkelder. Zo valt de bevolkingsgroei voor steden in heel Nederland best een uitdaging zijn. Hier in gemeente Utrecht is Viola Sanemans van Strategieruimte druk bezig met het maken van realisaties en plannen, zodat in 2040 Utrecht helemaal klaar is voor al die nieuwe inwoners. Nou, allereerst is het natuurlijk zaak dat voor alle mensen die in Utrecht willen komen wonen en werken en studeren, dat er goede woonruimte beschikbaar is. En dat gaat dus over woningen voor eigenlijk in alle segmenten, studentenwoningen, maar ook woningen voor gezinnen, voor ouderen.
Dus we doen onderzoek naar wat die woonwensen dan precies zijn, wat de aantallen zijn die we verwachten te moeten realiseren op basis van prognoses die landelijk worden gemaakt en ook specifiek voor Utrecht. En vervolgens kijken we naar waar we denken die woningen te kunnen realiseren en ook wat daarvoor nodig is om die plekken goed bereikbaar, met goede kwalitatieve openbare ruimte, voldoende voorzieningen, voldoende arbeidsplaatsen kunnen bouwen, zodat de stad ook een gezonde en leefbare stad blijft. In Wageningen staat een voetbalstadion met veel historie. Jaren heeft er een profclub gevoetbald, maar de club is failliet gegaan. De eerste stadionlampen zijn nu pas afgebroken. De afgelopen weken zijn de lampen uit de lichtmasten van het stadion de Wageningsberg gehaald. Maar waar zijn de lampen gebleven? Ah, daar zijn ze. De lampen zijn weggehaald door de vrijwilligers. Zij komen elke dinsdagochtend samen om het stadion te onderhouden. Maar waarom doen ze dat? Het stadion wordt nauwelijks meer gebruikt en de club is al 30 jaar failliet. Stadionmanager Harold van Kooten legt het uit. Dit dinsdagochtend is eigenlijk ontstaan alweer 20 jaar geleden, denk ik, door oudspelers. We deden wat klusjes, et cetera. En eigenlijk zo'n kleine 9 jaar geleden kwamen er wat jongeren bij, waaronder ik, omdat ik een van de jongsten ben hier met mijn 56 jaar. En hebben wat mondreclame gemaakt van gezellig koffie drinken. En eigenlijk is het zo dat we op dit moment weinig klussen doen, maar meer voor de gezelligheid bij elkaar komen. En op andere tijden doen we ook wel eens klussen. Ik ben van het najaar weer 3-4 keer geweest om bladeren te ruimen. Dat is wat geschilderd en ik ben dan ook degene die de social media en de website doet. De gezelligheid waar Harold het over heeft is zeker terug te zien in de kantine. Toch was het niet altijd zeker dat het stadion zou blijven staan. Als het aan sommige partijen had gelegen, stond hier nu iets compleet anders. Schrijver van het boek De Onneembare Vesting en lid van de gemeenteraad, Rien Boer, vertelt hier meer over. Bestuur van de gemeente, dat is de politiek, die hebben na het faillissement in 1990 heel lang gedebatteerd over wat er nu met deze plek moest gebeuren. De VVD bijvoorbeeld wilde hier huizen bouwen. CDA wilde er een speelborst voor maken. Anderen wilden het GroenLinks wilde teruggeven aan de natuur. Mijn partij, Stadspartij Wageningen,